Greetings guys, this is Stokecraft, and welcome to probably one of my best live recorded games, and probably one of my best games ever in World of Tanks. So let me give you a little bit of background information. It all started this weekend when Boombox, one of my closest platoon-mate friends and friends in real life, went to the amazing Electro House drum and bass festival called Rampage in Belgium. As he returned, he was very tired because he only slept a few hours, but we still wanted to play some World of Tanks. So that's what we decided to do, and all of a sudden I got into this game that you see here in the T-32, the tier 8 American heavy tank. I was mostly talking in Dutch with regards to this video, but I hope you guys don't really mind that. I hope you guys enjoy the video, and as always, see you soon. Okay, let's stop here. Well. Ik kan wel genoeg damage kunnen doen, maar... Waarom ga je hem de muid geven? Ik kan het handelen. Ik heb echt een nieuwe PC. Als je nog niet door. I can't believe you've done this. Ah, oh, fuck. I can't believe you've done this. Natuurlijk, vriend. En hoe pende hij mij? Itchy bounce, lol. You. Pas op, jong Anton. Het is linker soep hier al. Ja, dat had ik al door. Ze weten dat ik hier ben, dus het heeft niet echt nut voor mij om nu op een andere manier af te doen. Hoe de fuck is dat juist op? Kan jij hem neerschieten? Ja, nice. Go F yourself. Kijk, en nou hebben ze de mistake gemaakt, want nu kunnen ze niet meer terugrijden. Ah, we gaan zo overrun worden, jongen. Dit gaat mis, dit. Het is een echt. Bring it, you motherfuckers. What the fuck bounce the black hands? Nice! Okay. Hij heeft geschoten, hè? Ja. Nice. Oké, ze komen nu van de andere kant.
Hoogstwaarschijnlijk, ja. Oké, ze zijn allemaal naar het midden gegaan. Oh, fuck me in the ass. Wat, ik bounce op de fucking ARL. Pas op, Anton, je moet over die ridge heen. Die kerels komen eraan. Kom naar mij toe, kom naar mij toe, kom naar mij. Hij komt. Oh, Anton. Je moet naar mij toe. Je moet hier omheen, jongen. Moet ik nu naar de cap gaan? Nog eens. Rustig. Got him. Ik heb 6k damage. Swat. Oh mijn god. Als we deze winnen, jongen. Ik heb wel wat prem geschoten, maar dat moest wel. Het waren zo hard outnumbered in het begin. GG, boys. Oké. Oh, dude, hij is full health. Pas nou op, jongen. Enemy armor is damaged. And now you have 7 minutes of time to kill this bitch. Als die gozer niet doodgaat in ieder geval. Film het even. Volgens mij moet ik weer. Kut. We hebben gewoon 5. Ik bounce op hem, fuck sake man, kom op. Het is jammer dat we geen brothers hebben. Wacht, 5. 6, 7, 8, 9. We hebben 9 kills. Als we 10 kills hebben, dan heb je toch dat peloton ding. Of is dat... Hohoho, Capone snipe! Hey, wanneer heb je dat met je peloton samen? Bij hoeveel kills is dat, Thomas? 12. 12. Ja. Mam, even niet. Boom. Natuurlijk. Yes! Oh, that game! We hebben 10 kills samen. Kijk naar mijn damage zo. Ja, niet normaal, man. Jesus Christ. Jesus Christ, Jason Bourne. Gozer. Ik heb dit opgenomen! Matches, Thomas. What the fuck? Dan heb je wel een Nederlands, toch? Ja, maar dat maakt echt geen moer uit. 1800 basis XP! Ook deze reactie nog. Oh mijn god. Oh mijn god. What the fuck? Dat is echt niet normaal. Amazing game. 7000 damage. Dat is... Is dit de meeste damage die ik ooit gedaan heb? Ha ha ha.
7 fucking duizend, man. Oh. How lucky can you be? Man. As you play this game, you record it. Dat is echt niet normaal. Gewoon een mark of excellence, meteen, hè? Niet normaal, man. What the fuck, man. Hoe kan je zien wat je meeste damage is dan eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Maar dit is mijn record is volgens mij in de E75. Ik heb ook een missie gehaald. Netjes. Kost 3000 HP of damage to enemy heavy tanks. in een tier 8. What the dit fuck. Maar dit was echt niet normaal, man. Dan had je die twee Emoraks van mij gezien. Ja. Oh man, what the fuck? Ik kan het nog steeds niet geloven. Mijn meeste damage is volgens mij 7400, hè? This! Oh my god. Ik kan het niet geloven. Ik kan het echt niet geloven. 7000! 7 fucking duizend damage! Ja, netjes toch? 7000! Ik ben... Nah, mate. Dit is een van mijn beste games ooit. Hey! Can you tell me when